Hallo, ik ben Simon, ook wel gekend als Mitre. Ik draai al 7 jaar in Herent en omstreken. En ik ben al 5 jaar bezig met het maken van muziek. Nee, de eerste paar jaar heb ik drum gespeeld omdat we samen met enkele vrienden besloten hadden om een band op te starten. We hebben daar vooral covers gemaakt van Nirvana en Queen, maar ook enkele eigen nummers gemaakt. Maar dat bleek eigenlijk geen groot succes te zijn. In die tijd zag ik ook de eerste beelden van Tomorrowland en was ik veel meer bezig met DJ's en om zo te worden in plaats van met drummen. Dus daarom heb ik ook besloten om te stoppen met drummen en vol te gaan voor het DJ-leven. Ja, eerst ben ik begonnen als DJ omdat dat mij de kortst mogelijke weg leek om te worden zoals mijn idolen van toen die op de Tomorrowland stonden, zoals Dimitri Vegas en Like Mike. Maar na enkele jaren had ik wel door dat dat eigenlijk niet de manier was om hoger op te geraken en dat je muziek moest maken om ook meer beroemdheid te krijgen. Dus als DJ was ik eerst onder de naam DJ Mitro verder gegaan. En na enkele jaren kwam een vriend van mij met een stukje software waar ik muziek mee kon maken op mijn computer. En zo ben ik eigenlijk beginnen muziek te maken ook. En nu sinds kort ben ik Mitro. Ik ben al van jongs af aan bezig met muziek. Thuis moest er altijd muziek opstaan of ik werd slecht gezind. Ik ben daarom ook direct muzieklessen beginnen volgen van zodra dat ik dat kon. En ben in eerste instantie begonnen met drum te spelen vooraleer dat ik aan elektronische muziek begonnen ben. Als je ziet hoeveel bands betalen om hun nummers te laten opnemen in studio's. En wat dat ik eigenlijk allemaal kan doen met dat stukje software, gewoon op computer, dat is gewoon al een enorm voordeel. Als ik een gitaar wil horen in mijn muziek, dan druk ik gewoon op een knop met een gitaargeluidje en ik teken de noten in. Als ik een drum wil horen, kan ik dat ook doen. Als ik een viool wil horen, kan ik dat ook doen. Alles zit in één softwareprogramma en is ook veel goedkoper en leuker. Klopt, mijn eerste single dat ik op alle kanalen ben beginnen verspreiden is Ozone. Dus dat staat op Deezer, iTunes, Spotify, etc. En er zijn ondertussen ook nog andere singles uitgekomen, zoals Thoughts en Flavors. En binnenkort komt er nog een nieuwe single uit. Ik maak die heel erg op het gevoel dat ik op dat moment heb. Zoals Ozone, dat is iets dat gestart is in de ochtend, als ik de zon zag opkomen. Maar Thoughts en Flavors, dat is gemaakt gedurende de mindere coronaperiode, dus die zijn iets minder happy dan Ozone. Dus het is heel gevoelsgericht. Mijn grootste droom is om op Tomorrowland te staan. Draaien op die mainstage, dat lijkt me echt fantastisch en moest mij dat binnen 10 jaar lukken, dan ben ik de gelukkigste mens op aarde. Dan is mijn carrière wel geslaagd in mijn ogen. Maar ik ben ook al heel tevreden met wat ik nu al bereikt heb, als ik zie welke sfeer dat er op die feestjes zijn waar ik draai. Vorig jaar had ik een mashup gemaakt met de liedjes SOS van Avicii en Under Control van Alesso. Maar vooraleer dat ik die mocht online zetten, moest ik de toestemming hebben van Alesso of van zijn management. Dus ik had dan een mail gestuurd naar hun met de vraag of ik die mocht online zetten. Ik heb daar nooit iets van gehoord, maar toen ik naar de DJ-set van Alesso aan het luisteren was op Tomorrowland, hoorde ik daar wel ineens mijn mashup gedraaid worden op de mainstage van Tomorrowland. En dat was toch wel even een kippenvel momentje.